Binnenkort sluit de bekende platenzaak Spui Records definitief de deuren. De eigenaar vindt de huur te hoog en verhuist daarom naar een goedkopere gemeente. Daarmee verdwijnt een van de laatste winkels in Den Haag waar je nog een cd of lp kan scoren. Ik heb deze zaak samen met mijn zus Leni. En wij hebben de zaak overgenomen van mijn zwager nadat hij 8 jaar geleden is overleden. Herman, hij is de zaak begonnen en dat was in een tijd dat er ook nog heel veel cd's te koop waren. Echt partijen te koop waren. Groothandels waren altijd blij als ze hem zagen, want hij deed niet moeilijk. En waardoor wij dus gewoon een hele grote collectie hadden van muziek die of niet meer te koop was of in andere winkels gewoon heel duur was. Spui Records staat bekend om de omvangrijke muziekcollectie, maar zal ook vooral herinnerd worden om de eigenzinnige posters met opvallende leuzen waarmee de zaak is behangen. Ja, die heeft ook Herman verzonnen en allemaal opgehangen. Hij vond dat leuk. Wij hadden bijvoorbeeld klanten en die kwamen iets terugbrengen, terwijl de borden hingen van dat wij niet ruilden tenzij een cd beschadigd is. En dan spraken ze alleen maar Engels. En naar aanleiding daarvan heeft hij dat bord op laten hangen. When you do not speak Dutch, is that your problem and not ours? Hoe kwam Herman op deze teksten? Hij verzond het gewoon allemaal. Ja, ik denk dat dat ook met zijn humor te maken heeft. Want ik bedoel, hij deed alles anders dan anderen. Hebben ze overal hangen dat het zo goedkoop is. Dan schreef hij op de deur dat we de duurste winkel op het Spui zijn. Wat gebeurt er met de posters? De posters die gaan in een archief. Die gaan niet mee naar Barendrecht. Omdat we gewoon, dit was Hermans winkel. En de volgende winkel is mijn winkel. Is dit een gemis voor de stad Den Haag? Ik vind het een beetje arrogant klinken als ik zeg ja. Maar als ik naar mijn klanten luister, dan is het wel zo.